Cicero's Proroscio, paragraaf 94 en 95. Waar het nog steeds gaat over de gelegenheid die Magnus had. En over diens brutaliteit. Dus Cicero maakt hem werkelijk af hier. De tegenwerping van Magnus. Imaginair natuurlijk, in de altercatio. Hier krijgen we een tweede altercatio. Hier een gesprek tussen Magnus en Junior. Begint Cicero als volgt. Dices, je zult zeggen, futurum. Wat volgt daar dan uit? Wat zou dat en wat verder? Hoezo dan, als ik voortdurend in Rome was? Wat maakt het uit? En dan gaat hij verder. Ik zal antwoorden. En ik is hier in dit geval Junior. Ik zal antwoorden. Maar ik was er helemaal niet. Ego met nadruk. Ik was er helemaal niet. En dan hij weer, Magnus. Ik beken dat ik een aankoper ben. Meestertorum esse. Maar, verum et ali multi erant. Maar er waren ook heel veel andere mensen die aankoper waren. Dus ik zit wel in die groep van aankopers. Maar ik was niet de enige. Dus waarom zou ik het gedaan hebben? En dan zeg ik weer, Junior. Ad tuti arguis, maar zoals je zelf al betoogt, en dat is eigenlijk, Eruki is natuurlijk een aanklager uit zijn naam, maar zoals je zelf betoogt, ut is hier zoals, en dat gaat met een indicatief, zoals of zodra, zoals je zelf betoogt. Ik ben, zoom aanvullen, een ellips, ik ben een agricola en een rusticus, een boer en een landman. Eruki is namelijk uitgebreid betoogd, ja, van zo'n asociale man, daar kun je alleen maar het ergste van verwachten, dat is natuurlijk een moordenaar. Ja, je zegt zelf al, ik ben een boer en een landman. Dus ik heb helemaal niks te maken met die opkopers die in Rome waren. Non continu sime in cregum sicarium, continu sum sicarius. Ik ben niet automatisch een moordenaar, sum sicarius, namelijk deel, als ik heb begeven in de groep van moordenaars. Ja, dan ben ik zelf nog niet automatisch ook een moordenaar. Als ego profecto, maar ik al helemaal, die niet eens een moordenaar ken. Nee, novi quidem quem kwam sicarium. Quem kwam is een of ander als het congreert. Novi kwam van novissen, kennen. Komt echt van noskere of cognoskere, leren kennen. Met perfectum heeft het altijd een precies betekenis. Leren kennen, novi, cognovi. Ik heb leren kennen, betekent gewoon ik ken. Ik ken niet eens een moordenaar. Ik ben heel ver daarvan af, op eus modi crimine, van een misdaad van die aard. Eus modi is een genitivus kwalitatis. Hè? Geeft aan kwaliteit van de misdaad in dit geval. Ik ben er helemaal weg van. Dus hij zit wel in die groep. Dus dan is dat logisch dat jij dat ook gaat doen. En ik heb er niets mee te maken. En dan is de altercatio voorbij. En dan gaat Cicero weer op een gewone toon verder. Per multa sunt, quae dici possunt. Er zijn heel veel dingen. Per multa is onzijdig. Quae dici possunt. Die gezegd kunnen worden. Waaruit begrepen kan worden dat de grootste gelegenheid voor jou is geweest. Tibi fuisse. Maleficus suscipiendi. Dat is een verwijzing naar de eerdere paragraaf. Van het uitvoeren van een misdaad. Malefici is genitief. Van een misdaad die uitgevoerd kan worden. Begaan kan worden. En dan hebben we de dominant van het uitvoeren van een misdaad. Van het begaan van een misdaad. Quae non modo in circo praeter eo. Quae is een relativum. Aan het begin van een zin. Het verwijst terug naar iets wat daarvoor gezegd is. Dat zijn die per multa. En als een relatief aan het begin staat, heb je een relatieve aansluiting. Dan moet je beginnen met en deze. En deze dingen ga ik niet daarom aan voorbij. Ik ga niet daarom voorbij aan deze dingen. Omdat ik jou zelf niet graag beschuldig. Tedhoek doet het heel graag, maar hij doet alsof hij hem off the hook wil laten. Weet je, ik beschuldig helemaal niet graag. Het gaat mij niet om jou. Maar eerder daarom ga ik eraan voorbij. Ik ben even teruggekomen aan dat woord praeter eo, praeter ire. Ik ga aan iets voorbij. Dat is eigenlijk een stijlfiguur, een stijlmiddel. En die heet praeter itio. En praeter itio betekent dus het voorbijgaan aan iets. En dat doe je als je zegt van, ik wil niet zeggen dat jij, of ik ga voorbij aan het feit dat je altijd te laat komt, maar ik wil wel zeggen, zo. Dus dan zeg je toch dat iemand steeds te laat komt, terwijl je ontkent dat je het zegt. Maar door te ontkennen zeg je het dus automatisch toch. Dat heet praeter itio.
ik ga er niet op in dat jij altijd je moeder hebt te pesten, maar nu ga ik het over iets anders hebben. Nou, dan heb je toch even gezegd, je hebt altijd je moeder te pesten. Dat heet praatritsel. Een hele gemene manier van argumenteren. Nou, niet daarom omdat, maar omdat, quote is twee keer quote, quote, hè, een parallele zinsbouw. De tweede quote is een voegwoord natuurlijk. En het voegwoord dat heeft de persoonsvorm verior, twee regels verder, als persoonsvorm. Omdat ik bang ben. En dan het tweede voegwoord staat ernaast, zie, en dat heeft als persoonsvorm velim bij zich. Als ik zou willen melding maken van die moordpartijen, van die moordaanslagen in Iskardibus, die toen gepleegd zijn op diezelfde manier. Squai is het relatief in het verhaal op Iskardibus, dus geen relatieve aansluiting zoals we dat eerder hebben gehad. Hier is het vooral naar de komma, verwijst naar Iskardibus, die moordaanslagen die toen gepleegd zijn op diezelfde manier, waardoor Sextus Roscius senior gedood is qua zat er op die rationen. Maar omdat ik vrees dat, verionee, nee, nou ja, ik voel van vrees, betekent dat, dat ik schijn, mijn verdedigingsreden schijnt betrekking te hebben op meer mensen. Dus als ik hierop inga, op al die andere dingen, dan doe ik dat niet omdat ik jou wil beschermen, maar omdat ik bang ben dat ik heel veel andere mensen ook ga betrekken in mijn redenvoering. En dat is misschien ook wel Sulla en Chrysoclus. Chrysoclus mag natuurlijk, maar Sulla misschien ook wel. En dat wil ik niet, zegt hij eigenlijk. Dat doe ik niet. Dan paragraaf 95. De brutaliteit van Titus Roscius Magnus. Die is zo brutaal, mensen, moet je maar eens kijken. Laten we nu eens kijken op een oppervlakkige manier, Vidiamus Quintius, van de hoofdzin van aansporing, zoals ik die andere dingen heb gezien, heb behandeld, die na de moord, na de dood van senior, door jou gedaan zijn, Magnus. En deze dingen, dus die keten, deze dingen zijn zo duidelijk en manifest, dat ik die dingen tegen mijn zin in vertel. Heer rechters, medius, videos, potverdorie. Ik wil het helemaal niet vertellen, al die dingen. Ik ben bang namelijk, wat voor iemand jij ook bent, Magnus, dat ik hem zo schijn te hebben willen redden, dat ik jou helemaal niet heb gespaard. Wat zegt hij daar nou? Ik ga dus oppervlakkig voorbij. Ik ga oppervlakkig die andere dingen behandelen, zoals ik die andere dingen ook heb behandeld. Ik ga oppervlakkige dingen behandelen die na de dood van Roscius zijn gedaan door jou. En dat zijn zulke overduidelijke dingen, dat ik daar helemaal liever niet op inga. Waarom niet? Ik vrees immers, wat voor iemand jij ook bent, dat ik hem schijnt te hebben willen redden. Zodanig dat ik jou helemaal niet heb gespaard. Dus als ik die dingen behandel, die gebeurd zijn door jou, die gedaan zijn door jou, dan mag het misschien wel eens schijnen dat ik zo fanatiek ben in die verdediging van junior, dat jij toch een misdadiger lijkt te zijn. En dat wil ik nou juist niet, dat heb ik net gezegd. Ik wil jou niet beschuldigen, dat doe ik niet graag. Dus ja, laten we niet te diep erop ingaan, jongens. Want dan lijkt het net alsof je toch een misdadiger bent. Dat staat ook hier, hè. Wat voor iemand je ook bent. Ofwel, als blijkt dat jij een misdadiger bent. Een schurk. Cum hoc virio et cupio tibi anica ex parte quod salva philippos sim parcere. Terwijl ik dit vrees en ik verlang jou te sparen. Tibi Parker. Tibi is een aanvulling bij Parker, maar dat gaat met een ablatief. Op een of andere manier, enigszins te sparen, voor zover ik het kan, quod possim, salva fide, dat is een ablatief, is absoluut zonder essen, met behoud van mijn plicht, is natuurlijk om junior te beschermen, dan
In muto rursus voluntate meam. Dan verander ik weer mijn wil. Eerst wil ik jou sparen. Maar als ik denk en ik kijk naar jou, dan wil ik meteen je aanpakken. Waarom? Veniet enim in mentem ores tui. Bij mij in mijn geest komt meteen immers jouw tronie, ores tui. Dat is een hele negatieve term. Ores tui is een genitief als aanvulling bij venit. Want dat is een staande uitdrukking in mentem venire. Ga met de genitief, komt jouw tronie mij in de geest. Hoe is het mogelijk dat jij, tenu, en dat is dan een ACI, dat jij depos popos kissen, dat jij hebt opgeëist, potissimum, juist jij voor jouzelf, die rol. Terwijl jouw andere makkers de benen hebben genomen, fugerent, zijn gevlucht. En zich hebben verborgen. Opdat dit proces niet over hun buit schijnt te gaan, maar over de misdaad van hem hier, van junior. Daarom zijn ze weggebleven. Want zij dachten, als zij er nou zijn, dan ziet iedereen onze troost. En denkt zo, het gaat natuurlijk over hun misdaad. Van Capito en van Chrysogonus. Van onze misdaad, denken ze dan. En het moet juist gaan over zijn misdaad. Van junior. Dus daarom blijven wij weg. Maar Magnus was te brutaal. Hij zegt van nee, ik pik die rol op voor mijzelf en ik ga daar zitten. Hoe is het mogelijk dat jij juist voor jouzelf, blablabla, die rol hebt opgeëist. Zodat jij in dit proces aanwezig bent en zat met de aanklager, met Eurycius. Hoe is het mogelijk dat jij zo goed aan bent geweest? En daarom, qua in relatieve aansluiting, zul je niks anders bereiken als sequeris is een futurum, als zweetje in deponens, zul je niks anders bereiken behalve dan dat jouw brutaliteit en impudentia, onbeschaamdheid, wordt herkend en erkend alle stervelingen. Dat heb je ermee bereikt dat je hier komt te zitten. En dat heb je er bereikt dat ik vol op jou los ga. Eigen schuld, moet je niet meer gaan zitten. Jouw tronie is te verschrikkelijk. Ik breng mij op te wraakzuchtige gedachten. Eigen schuld, jongen.